Hadden we iemand die zei van nou, regels zijn regels, dan hadden we dus geen geluk. Ja, en zij span de IND. Zij moet dus kijken naar Slobodan en ze moet dus overleggen het gesprek voor de uitzetting. Dus dat is eigenlijk de reden waarom... Zij is eigenlijk jullie case manager als het ware. Zij is de persoon die... Is dat case manager? Nee? Jawel, die is tegenpartij. Van de IND, tegenpartij. Die wil hem uitspreken. Nee, precies. Nee, ja, dus, maar van zij de tegenpartij. Van de tegenpartij is zij degene die elke dag uw brief op het bureau ziet. Van nou, wat ga ik vandaag met de raad op doen? Ja. Ja. Ja, zij heeft dus contact ook met zijn advocaat, meneer Saralea. Daar heeft zij dus eigenlijk contact mee. En als zij had gezegd, regels zijn regels. Ja, dan was het. Zo gaat dat dus dan, hè. Dan zijn het regels. Zij zegt vandaag is de datum. Wat is haar volledige naam? Esther van Iwaarden. Ja, E van Iwaarden. De I. Ja. En dan gewoon Waarden. Oké. Ja, Esther, ja. Ik zag inderdaad haar naam volgens mij, want volgens mij had jij een brief gepost op je website, waarin stond van je moet weg. Ja, nou gelukkig heeft ze dat dus niet gezegd. Nee. Nee, heeft ze dus nog de ruimte gegeven, maar het is natuurlijk wel de tijd dringt, dus ze zit denk ik bij haar ook achter de volle aan van, joh, weet je wel. Saralea heb ik afgelopen vrijdag gesproken. En die was bezig, dat is advocaat. Ja, en ik heb een paar gesproken. Ja, dus die is bezig nog, die heeft nog één arts waar die dus mee bezig is om te kijken of hij die hier naartoe kan krijgen. Ja, ik had hem ook nog een lijstje gestuurd, nog eens, die daar nog iets mee. Met artsen? Ja, een hele lange lijst van freelance artsen. Oh? Ja, wat iets makkelijker werkt dan misschien een huisarts die eigenlijk al verplichting heeft. Ja. Dacht ik, een bedrijfsarts die heeft over het algemeen gewoon... Oh, moet ze zijn agenda nog maken, zeg maar. Zal ik hem straks even bellen? Ja. Ik heb het mailtje nog wel van tevoren. Dus dat kan gewoon. Dus dat was het grote probleem. En ook omdat het, weet je, het is niet alleen voor de uitzetting. Slobodan heeft echt verzorging nodig. Ja, nee, precies. De medicijnen die ze van hem af hebben genomen, daar ging die goed op. Ja. He, daar, dat was gewoon... eigenlijk ging die de goede kant weer op, hè, op dat moment. En 87, hè? 87. 93 was dat, hè? Nee, hoe oud je nu bent? Ik ben al... 65. Ik dacht net dat het 87 wordt. In maart. 66. Ik dacht het al. 66 in maart. Dat is wel een maand. Nou, mag ik vragen welke datum? 1 maart. 1 maart. 1988. Nou, officieel in maart, maar ik ben geboren 3 maart. Maar goed, dat is wel 2. Nee. Dus 3 dagen. En die medische hulp kan je niet krijgen in bijvoorbeeld een eerste hulp of zo. Of nee. Zo'n soort van constructie bestaat niet. Nee. Ze helpen je gewoon niet. Ja, nee, ik weet het maar. Nee, want je moet een verzekering hebben. En dan anders zeggen ze gewoon later. Elke Europeaan moet een verzekering hebben. En of word je nou uit Joegoslavië komt of uit. Mijn advocaat vraagt mijn ex-dokter, arts. Kan je een rapport naar mij schrijven? Ik ben van plan een bleefbehoeding van Slobodan te vragen. Kan u schrijven wat ziekte heb. Nou, mijn dokter schreef mij terug. Mitric heeft cyste aan de nier. Dus het is een zware ziekte. En hij is bij ons in behandeling. En dan wordt de week daarna wordt het ministerie van Justitie dat gestopt. En ik word dus doe ik dat eerste. Mijn dokter schreef, hij is bij mij in behandeling. Hij schreef welke medicijnen ik heb. En hij schreef, dat ik cyste in hier heb en dat wordt gestopt. Ik dat kan ik niet begrijpen. Dat, je kan niet, als een arts zegt hij is bij mij in behandeling, welke ministerie van Justitie, hoe kan ze de behandeling stoppen? Dat mogen ze niet doen. Ja. Nee, vind ik, recht voor de mens mag je dat niet doen. Maar is het niet het meest bizarre überhaupt dat ze jouw dossier hebben opgepikt? Ja, dat zal het dan maar. Dat is het meest bizarre van allemaal, want waarom laten ze niet gewoon? Ja. Nou ja, hij weet te veel. Hij moest dus. Wat, ik ken Slobodan nu een jaar. Wat ik dan zie, dan denk ik van jeetje. Hij is eigenlijk degene geweest die de politiek en al de boeven die erbij horen, controleerde. En die is er nu niet meer. Hij is een van de laatste Germanicanen. Ja. He, die nog weet hoe het spel gespeeld wordt. De andere generaties hebben geen idee. En die worden eigenlijk gemanipuleerd. He, want zo is het tegenwoordig. Ze worden gemanipuleerd om hun werk te doen en alles. Is en wie bedoel je dan? Boos op die boek van Theo. Nou, politiek, het politieke systeem. Ja. Het is de bouw van nieuwe boeken.
In onze politiek is het vergeten met ballen. Of, of die vraag durft te stellen überhaupt. Ja. Ik heb alle ministers een aangetekende brief gestuurd over de situatie. Ik heb er van 5 terug gehad. Ik heb 2 telefoontjes terug gehad. De laatste keer was meneer Tempelman en mevrouw Mai. Heb ik gestuurd naar de laatste rechtszaak. En normaal krijg ik altijd direct antwoord terug. Ik heb geen woord meer gehoord sindsdien. Niks meer. Helemaal niets meer. Dus ik ga van de week ook een brief naar hen schrijven. Dat ik vind, ik schaam me eigenlijk dat ik een Nederlander ben. Dat de politiek ons zo in de steek laat. Dat ze niet het lef hebben om vragen te durven stellen hierover. Ze zitten achter hem aan, zei hij nog veel tegen zelfs. Nou, het is gewoon te gek voor woorden. Ja. Want hij weet zoveel dingen en die zijn zo smerig en zo laag. Als dat naar boven komt, dan valt ons hele politiek stelsel in elkaar. Want er zitten heel wat boeven daarboven in de politiek. Het is een slangenkuil. Tot een natie, pedofilie, het is gewoon te... Mensen, ja. Het is te zo erg dat mensen het gewoon niet kunnen geloven dat het gebeurt. Ja. En het is zo stiekem, hè, want ze zeggen conspiraties. Nou, ik ben er inmiddels achter. Niks conspiratie. Stiekeme dingen zijn die ze verborgen willen houden. Wat zei je zelf, pedofilie? Ja, pedofilie. In de hoogste regionen van de politiek? Juist. Nee, ja. Pedodam was een volgende boek geweest. Pardon? De Pedodam. De Pedodam. Dam. Dam. De Dam van Amsterdam? Ja. Pedodam was de titel van het volgende Jezus. Boek. Pedodam was de Amstel. Nog, de Congo, was het? Okay. Dat waren nog de 2 boeken die hij dus eigenlijk nog moet schrijven. Mm-hmm. Hoe gaat dat? Zal dan? Dat moet heet zeggen. Gaat dat? Jorjan? Ja, daar heb ik niet de nodige financiën kunnen bij elkaar brengen. Alleen maar de helft van de ene boek. Maar zou hij deze boeken schrijven, dan zou... Maar het is al eigenlijk die van die jij had gelezen, dat de laatste, nu ben ik titel ook weer kwijt. Pedodam aan de Amstel. Pedodam aan de Amstel, sorry. Zo. Aan de Operatie Congo. En waar ging Operatie Congo over? Dat vertel ik, hoe waar het gaat. Nou, wat ik van Snobberen heb begrepen, gaat het om een staatsgreep. Er waren 30 criminelen die werden uit de gevangenis gehaald, moordenaars, etc. En die kregen vrij als ze deze operatie zouden doen. En dat is één ding. En één van die mensen, van die moordenaars, was iemand die nou onschuldig in de gevangenis zit, Koos. Koos Hertogs, ja. Ja, die zit onschuldig. En deze man die is eigenlijk ingelokt als zogenaamd een van de moordenaars van die meisjes die in Wassenaar in Den Haag zijn vermoord. En op advies van Slobodan is hij in de gevangenis gegaan om zijn leven te redden. Want buiten de gevangenis zou hij dan niet veilig zijn. En Slobodan had gezegd, ik probeer de waarheid boven water te brengen. Ga jij maar de gevangenis in en ik probeer een boek schrijven en dan komt de ware... Maar wat was die operatie? Dat haal je door elkaar. Dat is een profuus van mij. Hij is arresteerd op beschuldiging. Daar wordt een portier arresteerd in Rotterdam, dat stond in de krant. Daar zullen die meisjes vermoord. Ja. En toen heb ik met politie gaan praten. Ik zeg, als dat Koos Hertogs is, dan is hij niet. Dat stond er niet in de krant, zijn naam. Mm-hmm. En de politie is vragen me, mogen we dan een proces op bal maken? Ik zei ja. En we zijn naar de minister van Justitie gestuurd. En toen bleek dat Koos Hertogs is. En dan zat hij net als de maffia de hele ding. Dan komt de procureur-generaal met 2 wijzerzessen bij mij in de gevangenis. En dat vertel ik. Die 2 regisseurs waren wel... Die wouden alles opnemen, maar de procureur-generaal zegt, nee, mensen, dat is onzin. Koos heeft dat gedaan. En dan zegt hij tegen mij, oh, heb jij dat gedaan? Ik zeg, nou, dat is wel interessant. Als je zegt, ik weet dat Koos gedaan hebben, waarom zeg je dan, heb jij misschien gedaan? Mm-hmm. Ja, ik weet, Koos heeft het gedaan. Maar goed, hoe doe ik dat? Ik weet het zelf niet. Wij wisten dat Koos dat niet gedaan hebben. Dus die man wisten dat. Maar Koos moet dat gepakt worden. Maar goed, dat is in die operatie Congo, dat is bedoeld geweest als beschreven. Hij is een aantal keer bij mij komen te praten over
de soldaten zelfs naar de gevangenis brengen, explosieven. Net als verdediging werkte mee, dus een vliegtuig toestemming gegeven hebben. En goed, natuurlijk, ik heb dat ingeschakeld, hoogste contrastinaar van Nederland, dus dat dus we niet voldoende gelukt natuurlijk hebben. Mm-hmm. Maar, dus, maar goed en ook, dat was vreselijk, ik heb gevraagd wie financiert dat, waarom. Nou, duidelijk was mij gezegd, het is nog vrede en de wapenindustrie verdient geen cent. Als wij die dingen doen, dan zullen oorlogen weer beginnen. Dus moet je je voorstellen, die tijd, dat was in 78 besproken, begin 79. Dat vond ik bizar. Dus dat de rijkste mensen van de aarde willen een president in Afrika vermoorden. Een staat wil plegen van vermoorden om wapenindustrie in de strijd, ja. En het ging er dus om, want die operatie was dus... Nou, die operatie heet operatie Congo. En goed, maar goed, ik heb... toen bleek dat iemand... ik ga het namen niet... Om in Congo dus mensen om te leggen om daar een andere regering aan de macht te krijgen. Nou, president moet vermoord worden, maar met 30 zware criminelen. Dus ja, heb ik al mijn naam gekregen. Want de Nederlandse regering zullen allemaal samen meewerken. Dat vond ik toen bizar, dat vond ik vreselijk, dat is crimineel op top. Maar dat ik het goed opschrijf, dat is om de president van Congo om te leggen. Ja, ja. Nou, president van een Afrikaanse land. Je praat in Congo, heet dat, maar... Oh ja, van een Afrikaanse land. Nee, weet je het wel welk land? Ja, natuurlijk weet ik wel. Maar dat wil je niet zeggen? Nee, dat wil ik niet zeggen, okay. Maar goed, Congo speelt heel grote rol. En daar is in elk geval, die boek heet Operatie Congo, maar... Zodat daar dus een oorlog uit ontstond, zodat nou, de wapenindustrie daar dan... Nou, dat is een oorlog, en dat wapenindustrie moet ook... Dus moet worden die optief. Dat is, ja. Dat is een exact gespreker. Zo dan, het moet wel heel fijn zijn om gewoon hulp te krijgen. Van, Francesca die vertelde dat je elke keer eten haalt. Ja. Jij helpt met de zaak, jij helpt met de boeken. Hoe ervaar je dat? Er zijn nog mensen die van je houden. Ja, blijkbaar. Maar dokter houdt van mij, maar die houden ook van mij al niet. Nee. Nee. Ze houden. Nee, ik vind het helemaal niks. Maar het is toch fijn, of niet? Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Het is altijd fijn als mensen jou mogelijk dus volgen. Ja. Als de hele wereld je naar maar mijn advocaat staat me ook achter mij. Alleen, ja goed. Hij heeft zelfs de laatste twee universiteiten betaald, toch? Ja. Wat was betaald? De universiteit? Ja. Wie heeft dat gedaan? Advocaat. Kilo de elektriciteit. En haar zoon heeft ook betaald. En de advocaat heeft de huur betaald. Oh, sorry. Was de huur toch? Ik weet niet. Betaald voor 2 maanden. Nee. Ja, want hij zit zonder inkomen. Waarom doet hij dat? Ja, god, dat was natuurlijk heel lang bezig. Hij is natuurlijk heel lang bezig in de en hij ziet steeds dat het rechtssysteem niet werkt mee. Hebben ze ook gezegd dat toch? Waar worden... Alles wordt van ons ontnomen. Eerlijke rechtszaken worden ontnomen. Het begon met een postpakketje, wat het rechtszaak al zei. Ik heb toen Slobodan net ontmoet en hij zei toen al tegen mij, nou ik moet even naar beneden, want het is belangrijk, want ik verwacht een postpakketje. Die moet ik echt hebben, want ik moet daarop reageren, want het gaat over mijn uitwijzing. Ja. Eigenlijk in december geloof ik, hè, dat jij zei van nou ja, nou kreeg hij een brief dat het over was en er was geen tijd meer om te reageren, want het postpakketje was al afgeleverd. En hij had niet gereageerd. En wat zat er in het postpakketje dan? Dat was de brief waarin hij dus aangegeven dat hij tegen zijn uitzetting was. Oh ja. Dus dan heb je 6 weken. En die was al gewoon verdwenen. Ja. De tijd was inmiddels verstreken. Hoe slim is dat? De tijd was verstreken. Dus ja, regels zijn regels. Dus een label op een postpakketje. Dit hebben we nog een keertje bij de eerste rechtszaak in Zwolle naar voren gebracht. De IND zat hier. De rechter of de advocaat vraagt, ja, maar waar zijn dan de bewijzen? Robert-Jan heeft nog gevraagd naar bewijzen bij het loket. En Robert-Jan, geloof ik, bij de posten. Ze konden geen duidelijke bewijzen geven. Dus die mevrouw van de IED zat op dat moment ook. Oh ja, nee, dat hebben we nu niet bij me, maar het is er wel. Oké, nou, het is er wel. We willen het graag zien. Maar bij de laatste rechtszaak hebben we dat weer naar voren gebracht. En wat zeggen ze dan? Nee, dat is al geweest. Die rechtszaak is geweest. Dat is al klaar. Wat kan je dan als burger nog in het land doen? Waar zijn je rechten dan? Ja. En dan heb je de Hoge Raad. Dus, nou, hoge beroep, Hoge Raad. Heel kort door de bocht, sorry. Recht is gesproken. Ja, we doen hier niks meer aan. Ja. Weet je, al het werk wat de advocaat erin heeft gestopt, met alle bewijzen en alles wat hij erin heeft gezet, hè, niks werd gezien.
Als daar een rechtszaak zou komen met getuigen en alle bewijzen die Sloper dan heeft, dan wordt het een wereldzaak. Ja. Maar dat weten ze ook. Dus nu moeten ze haast maken om hem zo snel mogelijk naar Servië te krijgen. Maar het ergste in Servië is nog dat de politiek daar nog erger is dan toen met de oorlog. Ja, ja, ja. Dat is helemaal natuurlijk. En dan vragen wij... Dit is dan twee kaarsjes. Je zou die kaarsjes hier op tafel kunnen zetten. Dat is nog dan vragen wij om bewijzen. Hoe komen je dan de informatie dat het veilig is in Servië? Ja. Dan krijg je die gewoon niet. Nee, ze hebben wel zoiets. Ah, de oorlog is erbij, joh. Ja. Nee, maar de oorlog is erbij. Laatste doen ze toch even betalen. Het is nog erger. Gemeld zich en verklaring verkeren. Op hen is 3 keer de aanslag gepleegd. En zelf verklaring naar de advocaat gegeven. Hoe vaardig daar is. Maar dat hebben ze niet behandeld. En wat ben jij, waar ben jij nu bang voor dan? Want je zou kunnen zeggen, een hoop mensen van die tijd, de jaren 70, zijn al lang vertrokken, die zijn al klaar, die zijn al weg. Nou, als maar hij heeft zijn kennis. Nee, maar niet. Ja. Als je hem in dienst gewerkt hebben. Dat verjaart nooit. Dat verjaart niet, nee. Dat zei de hoogleraar. Dat verjaart niet. Nee. Dat verjaart niet. Maar ik hoor van een aantal mensen die ook uit Joegoslavië komen, dat nog steeds daar niet. Nee, het is nog steeds erger. Het is nog erger. Die mensen gaan daar op vakantie. Ze gaan zo snel mogelijk terug. Maar we weten dat dat niet goed is, is dat zelfs. Ze willen het niet weten. Maar ze praten dat dat veilig is. Ze praten makkelijk. En EGR nu verbiedt, ze willen de visum voor Servië verplicht stellen. Omdat zoveel asielzoekers zijn hier. Is er te veel asielzoekers van Servië hier asiel aan vragen? Nou, dat is toch contradictie. Als het veilig is, waarom vragen mensen massaal voor asiel? En, maar goed, dat is allemaal. En waar ben jij nu bang voor? Daar ben ik bang voor. Dat ze je alsnog iets aandoen. Nou, dat is absoluut wat ze doen. Maar één, ik kan me ook gewoon voorstellen, hier zijn de mensen die van je houden. Je wil helemaal niet weg van de mensen. Wat heb je daar nog eens tegen? Maar zo. Ja, precies. Ik ben 18 jaar geweest en ik heb je verlaten. Ik heb daar niemand. Nee. Maar tweede, ik ben zelf getrouwd geweest met een Nederlandse vrouw. Ze is zelf vermoord, dat heb ik ook geschreven. Ze wilde dat ook niet behandelen. Ja, vreselijk. Nee, vreselijk. En, maar, kennelijk, ze hebben hoop. Ze weten, als ik word uitgewezen, dan word ik verdwenen. En dan wordt de regering denkt, nou, dan. Dat is wel lekker van, maar. Maar, Saskia, waarom zorg jij voor Sloper? Waarom? Mm-hmm. Nou, ik ken hem al ruim 5 jaar of zo. En ik vind het gewoon onterecht. Nou, onterecht. Beestachtig. Wurging, marteling, vind ik. Ik bedoel, als een illegaal hier verblijft en die krijgt een huis en die krijgt een uitkering, die krijgt alles. Dan vind ik juist dat een Europeaan meer rechten heeft. Ja. Maar de Nederlandse regering zegt volgens mij, nu is dat dan illegaal. Nou, hij valt niet onder illegaal, hij valt onder de vreemdeling. Ja. En dat is eigenlijk nog hoger dan een illegaal. Maar ik vind als een illegaal alle rechten mogen hebben en de verblijfsvergunning en alles erop en eraan, vind ik ook dat je het bij een ander moet doen. Ja. Je moet geen onderscheid daarin maken, vind ik. Ja. En vooral niet als iemand die hier 40 jaar woont. 40 jaar al, hè? 40 jaar. En een illegaal die hier gewoon naar binnen komt, die wordt aan alle kanten geholpen. En zo iemand als Sloper dan die hier 40 jaar woont, die wordt juist. Anders wordt hem afgenomen. Ja, een speler, hè, een sporter. Nee, die wordt ook binnengehaald. Maar als je weet wat Sloper aan heeft gedaan, hij heeft een vrouw en kind in Zweden. Ja. Voor hun veiligheid heeft hij tegen die vrouw moeten zeggen dat hij niet meer van hem hield. En waarom? Voor zijn eigen bescherming. Kun je je voorstellen hoe dat iemand is? Ja, dat is vreselijk. Nee, daar kan ik niks van voorstellen. Dat is toch afschuwelijk? Ja. Maar dat is wat hij dus heeft gedaan, hè? Hij is opgevoed in een politiek gezin. Nee, wat was dat Tito tegen jou zei van, net toen jij als kleine jongen zei... Ja, je was met Tito geweest, hè? Ga maar lekker even in de auto rijden, chauffeur, zeg maar waar je heen moet. 10 jaar was die. Dus hij is opgevoed in een politiek gezin eigenlijk. Dus ja, en de regering, hij heeft op zo'n hoog niveau gewerkt. Kijk hoe die er nou bij is. Vind je het niet schandalig? Het is schandalig, klaar. Hij heeft voor de wereld heeft hij zijn leven gegeven, in feite. Ja, omdat hij zelf in gerechtigheid gekomen. Wanneer hij erachter kwam dat die gerechtigheid niet deugde... Ja, toen was hij in één keer gevaar voor de wereld. Ja.
En heb je ooit gedacht om, om je aan te passen? Want we hebben wel eens... Dat geloof je. Ja, dat geloof je. Ja. Dat zou ik ook maar doen. Nou, weet je, maar als je die boeken niet had geschreven, dan had je misschien wel goed gedaan. Nou, al die boeken wat u zei tegen Joegoslavië, was ik welkom. Er waren voorkranten. Zelfs Joegoslavië dreigt met diplomatieke contacten te breken met Nederland. Nederland trekt zich niet aan. Toen schreef ik het boek Nederlandse Mafia. Aha! Wacht even, zeggen ze tegen mij. Ik had toch niet over ons schrijven? Dat was het eerste boek Nederlandse Mafia. Ja. En nou, toen ging ik aan de boeken te schrijven wat hier gebeurt. Haha! Ja. Hey, boeken maar wat ik niet. Zeg maar alles schrijven over daar, maar niet wat hier gebeurt. En dat, Maar wat ik niet begrijp. Dat is aanpassen. Aanpassen betekent, dan moet ik zwegen. Ja, god. Ik wil niemand beledigen of discrimineren, maar kijk nou. Ja? En dan zijn ze hier illegaal bijvoorbeeld. En dan krijgen ze een huis, een uitkering en voor alles en nog wat. Opgemaakt bedje. En zien we op de slagbutton, die wordt als grofvuil behandeld. Ja. Ja, dan is het misschien discriminatie, maar het is wel de waarheid. Ja. Ja, nou, het klopt niet helemaal, want er is juist een ander verhaal waar we mee bezig werden, is dat illegalen worden vastgezet. Okay, en dat, dat, ja. Juist, dat daar juist heel veel kritiek op is. Ja. Maar dat is een ander verhaal. Klopt, dat is een ander verhaal. Maar als je goed gaat bekijken... Als je wel een verblijfsvergunning hebt, dan krijg je dat wel allemaal. Als je geen verblijfsvergunning hebt, dan... Klopt, dan maar krijg je krijgen wel een verblijfsvergunning uiteindelijk. Maar dat is juist een beetje het probleem met Slobodan. Ze zeggen juist van, ja, je mag hier niet zijn. En daarom zit hij er zo bij. Omdat... Toch? Maar we willen toch niet één dag zeggen, mag ik wel zijn? En dan nee, ja, precies. Ja. En dat maakt het zo verschillend. Dat is zo... Hij mocht de rokjes opknappen, die nee, maar niet ik wil in 86 ben je vrijgelaten, omdat de rechter heeft verboden dat hij mag uitgewezen worden. En dan zit hij in het beroep. Maar wat voor verhaal zit er dan achter? Wacht, het is een enige beroep. En gerechtshof heeft ook verboden Nederland dat ze hem mogen niet nooit uitwezen. Dat staat die voor. En toen mag ik alles. Ik kreeg stemrecht. Ik mocht wat je wou doen. Dus en eens in 73 stoppen ze het al. 93. Ja. Dat nou, bedoel ik, daar kan ze toch niet op één dag zeggen wel. Ja. In die tijd, ik kreeg zelfs diplomatie en paspoort. En dat was nog midden tijdens de oorlog ook, 93. Ja. Ja, moet je nagaan. Ja. Nou, en moet je voorstellen, ja, dat bedoel ik. En dat is niet leuk. Dus gaan ze alles opnemen. Dus ja, maar dat is koppelingwet, dat is nieuwe wet. Maar ik bedoel, jij kan een nieuwe wet maken, dat ik, maar ik denk, als je een nieuwe wet maakt, alle oude dingen, dan moet het vervallen. Ja. Dan kan je toch niet een nieuwe wet maken en dan dingen wat je al hebt, afnemen, dat kan je niet. Dus dat klopt. Hij krijgt uiteindelijk alles. En ook ben ik. Maar, en dan wordt het afgenomen. Maar wat was dat eruit? Die zaken in de jaren 80 dat ze zeiden dat je mensen verkracht had. Ja, nee, dat is een ja, maar wat was daar het verhaal? Dat is, dat is, dat kan hij meer vertellen. Ja. Ja. Dat vertel je dan. Nou, dat was ook een van de redenen waarom. Waarom we dat de Gouden Tip hebben geschreven. Om een soort literaire rehabilitatie van die beschuldigingen. Want van de 3 aantijgingen van verkrachting is er maar 1 overgebleven. En dat heeft notabene plaatsgevonden, zogenaamd, in het achterkamertje van een woonwagen achter Artis. Kamertje van een woonwagen achter Artis? Ja, daar had ik Slobodan een kamertje verhuurd. In 86, 87. Daar zou die vrouw, er staat allemaal beschreven in de Gouden Tip. Je vertelt het niet, maar ze vertelt ja. Precies. Maar ik verwijs naar het boek. Mm-hmm. Die zou vreselijk verkracht zijn. Gehuild en ik was in het achterkamertje, hij was in het voorkamertje of andersom. Ik heb niks gehoord, ja, alleen wat geschud, weet je, van wat bewegingen van een liefdespartij. Ja. En ik heb ook bij het proces getuigd. Ik heb getuigd dat het geval was. Ik werd niet geloofd en er was bovendien een andere vriend, Peter de Jong. Uh-huh. Die heeft die beiden zien rond 3 uur 's ochtends en bij een kampvuurtje in die wagen zien lopen. Hand in hand of arm in arm en weer eruit komen alsof er niks gebeurd was. Die heeft ook getuigenis afgelegd, of werd ook niet geloofd. Dan die vrouw die vreselijk verkracht zou zijn,
die heeft dan daarna, volgende dag of een paar dagen later, gewoon koffie gaan drinken met Slobodan, alsof er niks gebeurd was. En de procureur-generaal die verklaarde dat allemaal als onzin, want hij zei, het onverklaarbare kan je niet verklaren. Dat was zijn redenering. Dat ging om die ontvoeringszaak van Gerrit-Jan Heijn. Hij was aan het einde, toen hij werd gevraagd door zijn advocaat en professor Rutte om naar Bloemendaal te gaan. Daar was het centrum van die onderzoekingen, met Sietsma. En in plaats dat hij daar ontvangen werd en het verhaal kon, want hij wist dat, dus voordat iemand het wist wat er aan de hand was, had hij dat al een verklaring afgelegd bij notaris Van Os in de Honthorststraat. Die moet er eigenlijk nog steeds liggen in die kluis. Oh ja. Dat had hij ook uitgedeeld aan die journalisten van de Volkskrant. Er zou een persconferentie plaatsvinden. Hebben ze niet gedaan. De Victor Lebesk was een jurist. Die is nou de president van de journalistenvereniging. Mm-hmm. Maar toen werd hij dus gearresteerd in plaats dat hij zijn verhaal kon leveren. Hij werd naar Amsterdam vervoerd. En toen voor procureur-generaal De Wit. Dan werd hij voor de bocht gezet. Of jij vertelt ons wie de daders waren, of je wordt aangeklaagd voor verkrachting. Jezus. En door wie dan, vraagt hij, nou dat zullen we dan wel zien, dat wist hij ook niet precies. En toen heeft hij dat dus niet gedaan, en toen werd hij dus aangeklaagd van die drie, twee de mensen. Eiland, ja. En ja, dat is dus het motief. En dat is niet de eerste verkrachting, het is eigenlijk een zogenaamde verkrachting, moet je steeds zeggen. Het gaat om hier, wat is het motief geweest, hier vertelt volgens bedoel ik, gaat voor het dag, wat is het motief? Motief was geweest, het was van plan geweest, om een aantal mensen wel de prins Alexander op te voeren. Ah ja, en dat was die gouden tip. Ja, dat is het. Dat, ja. En dat is, ben ik gestapt naar koning Calgary in Den Haag. Mm-hmm. Laatste moment, want dan mogen we dat moet gebeuren. Dus dat is. Jij zei natuurlijk, ik wil zo'n term even op de foto hebben, jou met zijn bord natuurlijk. En dan is gebeurd, nee, ik wil niet met mijn bord doen, ik wil mijn redelijke mensen rapporten. dan is dat, is mijn ex. Ik ben een mooie vrouw. Ja, maar dat weet ik niet. Dat maakt het hele schoonheid. Is mijn ex advocaat. En dan is, ik ben gestapt naar koningin Emily. En vertelt, dat gaat gebeuren. En ze hebben volgende dag al die daders doodgeschoten. Nederlandse regering heeft die direct bom, allemaal doorgeschoten. Allemaal afgemaakt van. Afgemaakt, ja. Oké, dat ben ik. Nou, mooi, want toen heeft het alleen niet gehoord. Nou, mijn opneming betekent liquidatie. Ze moeten gewoon arresteren. Dat is wel beter arresteren en dan onderzoeken waarom en wie heeft gewoon. Ik zit te kijken hoor. Nou, maar goed. Wie gelijkenis. Wie heeft gewoon opdrukken? Want het belangrijkste niet daders, het belangrijkste wie steekt achter. En waarom moet Alexander op? Ooit daarachter gekomen? Wat zegt u? Je weet wie dat was? Wie dat was? Ik weet ik alles. Bedoel dat er boek, maar ik ben. Dus ben ik gestapt naar hem in dienst om dat te melden. Omdat dat was het laatste moment te voorkomen. En goed, ze zitten gewoon dood. En de rest van de bende. Dus hebben heel veel geld geïnvesteerd in dat voorbereiding. Om geld te halen. Hebben ze plan gehad om heen te voeren. Dus voordat ze dat gebeuren. Dus voordat ze. Ja, oh ja, ja. Dus, maar voordat ze dat gebeuren, ja. Meld ik dat ook. En dat toch laten ze dat gebeuren. En dan heb ik een persconferentie gedaan in Volkskamp. Dus met mijn ex-compagnon, dat is een, ook journalist geweest, of werkte bij Volkskamp. Met Victor Lebesk en Riedrico, dat was één. En de redacteur. De broer van hem hing daar, dat was s'avonds om 12 uur, tot 2 uur, 3 uur s'avonds. De hele nacht was dat duur, die hebben ze morgens al wat gekomen. Persconferentie, en zo zijn de volgende dag alles publiceren. Hij vertelt dadelijk wat ze zullen doen.
omvoeren, brilstoren voor hem, pink afsnijden. Ja, maar ze wisten allemaal vooruit op persconferentie wat gaat gebeuren. Ken je Willem Holleder een beetje of niet? Maar wat heeft Willem Holleder te maken? Met de ontvoer van Nee, maar we praten over Willem Holleder. We praten over Heen. Ah ja, oké. Okay. Niet Heineken. Dat heb je Heineken ook al. Dat is daar ook al. Nee, we praten over Heen. Maar hebben ze niet gedaan. Op zoek bij een advocaat en professor Rutte heb ik bij notaris Os alles dat deponeerd. Mm-hmm. De volgende dag gingen de andere journalisten naartoe, hebben ze allemaal gekregen als bewijzen. Maar toen is verboden geweest. Toen is verboden geweest om dat te schrijven. Dus praten. Ja, ja. En door wie is dat dan in verband? Nou, de hoogste kringen. Ja. En dan is dat is vreselijk. En dan ben ik gestuurd naar Bloemendaal. En dan word ik gearresteerd met mijn compagnon. Dan zullen we samen een vrouw van kracht hebben. Nou, echt word ik mee, ik word gearresteerd. En mijn compagnon zegt, maar wat is dat? Meneer Johan, u gaat weg. Ik zeg, ik ga niet weg. Dus mijn compagnon, meneer Johan, u bent opgehaald. U bent opgekracht. Ik dat nog. Dat kan niet alleen. En daar heb je toen hoeveel jaar voor gekregen? Nou, ik ben niet zo lang. Ik ben een paar maanden vrijgelaten omdat. Toen was geen nog niet gevonden. Die rechters allemaal begrepen dat allemaal. Zoals toen rol spelen. En ze lezen dat allemaal. Dus dan, kijk, als je vooruit zegt wat gaat gebeuren. Ja. En dan komt die pink. Dan komt de bril. Ja. En ik heb gezegd hoeveel geld ook gevraagd om welke wezen. In twee delen. En ik zei, het eerste deel gaan jullie betalen, het tweede deel komen ze niet. Dan heb ik allemaal zat op. Ook alle journalisten weg. Het is een stuk of. Zeg maar, de journalisten waren. Geen journalisten hebben doet te vervelend op man. Jezus. En dan bedoel ik, dat is iets vreselijk. En dan De Wit, nou zegt die meneer Mitric. Als u ons vertelt wie de dader zijn, dan bent u vrij. En als ik niet vertel, nou, dan zullen wij een verkrachting bij meneer Mitric uw schoenen zetten. Jezus. Ja, maar ik dacht het niet. Maar dat is het. Maar ik dacht, dat kan toch niet. En toch hebben ze het gedaan. Nou goed, dan ben ik. Hebben ze. Ze liggen allemaal. Ze hebben gezegd dat de diamanten zijn terug helemaal niet. Niet is terug. We hebben ze een nieuwe diamanten misschien betaald teruggeven. Niet is terug. Diamanten zijn in Italië gebracht. Indicate. Maar daarna kom je vrij en toen begon je met je hele piratenbusiness. Nee, toen begin ik met poker schrijven. Maar wanneer is er een term karatebop op je geplakt? Wanneer was de eerste keer dat iemand... 71. Oh, toen al. Dan ben ik een terrorist ontwapend in Zweden. Met karate? Nou, die is zelf karateman geweest. Die had de aanslag plaatsgevonden doen met een Serbische club, of Joegoslavische club. Mm-hmm. Wou de voorzitter maakt. Toen was de ambassadeur vermoord en ze wilden die president van dat groep vermoorden. Dan heb ik met een karateklap hem neergehaald, pistool afgepakt. Toen wou ze vermoorden, heb ik zelf pistool gebracht tegen dat collega van mij. Die moet hem naar de politie brengen. Heb ik hem gedaan. En toen is die karate verschenen in Servië, Joegoslavië, Karate Bob. En sindsdien noemen ze me karo. Omdat je dus een pistool had afgepakt? Nou, maar ik was schoolleraar van toen van politie en geheime dienst is geweest. En sindsdien had ik die naam. Ja. En toen heb je die later ook nog zelf gebruikt, die naam. Dat is wel een leuke naam. Nou nee, ik heb een... Ik vond het al te erg. Alleen die meneer, die uitgever, die wil zeggen, ja, maar ik heb de Bobby erin ken. Ja. En doordat is maar, ik zeg nou, de Slobodan Mitric, dat is... Ja, nee, ik noem je ook elke keer Slobodan. Nee, maar Slobodan is een mooie naam, Slobodan is de vrijheid. Ja, Slobodan. En ik heb nogmaals Slobodan, dus dat betekent... Vrijheid. Nou, ik ben vrij. En Mitric, wat was dat? Dat is familie. Dus gewoon, betekent ja, nog iets? Rade Mitric... Betekent veel Mitra, dat is Mitra, dat is nog jullie genoemd, dat
Pakistaanse, Olympisch Persische god. Mitra. Nee. Mitra. Oh, Mitras. Mitras. Ja, Mitras. En, ja, en mijn oma, ja, grootoma, heeft Mitra. We hadden gehoord dat een andere achternaam. En door haar naam hebben ze dat. Maar de uitgever heeft dus wel jouw kraan. En zo kennen zoveel mensen ook. Ja, maar op staat altijd. Ja, maar dat is mijn naam dat jou de mobiel is. En wat vind jij er zelf van? Maar goed, ik denk in hoe kennen we zo vlobben dat. Dat mag nog niet zo belangrijk. Dat is niet zo belangrijk, vind ik. Oh ja. Nee. En die kraterschool, wanneer ben je daarmee gestopt? Ik ben hier, maar in de kraterschool. Ja, dat heb ik afgepakt, hè? Nou, nee, ik ga de Karate Europa. Karate Europa, dat is blad. Dat is een. Ik ben in 81. Werken met CRI, dus de civiele FBI. Ontsporen van corrupte politiemensen bij Bifis. Engageerd en ben ik gaan werken. En dan kreeg ik heel veel geld. Ik kreeg 10 miljoen krediet. Dan heb ik 4, 5, 6 winkels open in Nederland. Mm-hmm. Karate spullen. Had ik Karate Europa blad. Had de fabriek voor machine van gewichtmachine. Ah, ja. Adonis heet die in Tilburg. Nou, dat was nou. Adonis? Adonis, weet je niet? Ah, ja. Die god. De god, ja. En daar had ik ook blad opgegeven, Adonis. Dat hebben twee. Daar had ik. Zelfs voor dat had ik ook Hercules. Weet je, Hercules, dat was ook. Ja, dat was ook. Dat was ook mijn blad. Ja. Maar goed, en dan ergens in. In die tijd, dat is ook vreselijk. Ik word gevraagd van jullie staat, want ze kunnen niet uit met dat corrupte politiemens in hun oorsporen. En dan, daar komt een boek uit, het moordmachine van Tito, presentatie. En dat die mensen, dat was een Theo Bijsredi en Hans Wies. Ik weet niet zeker, maar moet nachtrokken. De zoon van de minister is, weet je, die minister van Justitie. Voor uit de jaren 80? Nee, die kijk ik niet. Nou, dat is in elk geval een hoge baas. Zijn vader was een hoge baas, maar die man was. Nou, die haalde zware criminelen eruit voor geld. Mm-hmm. Dat verhaal, dat soort vertreden, dat verhaal moest je onderzoeken. Ja. En in die tijd was plutonium gespeeld, daar hebben ze 60 kilo plutonium gestolen. Naar Arabische wereld. Dat was nog een libbers, hè? Ja, ja. Maar goed, ik word gevraagd door jullie. Die naam zegt van voor een video is het. Ik word gevraagd door jullie regering, wil jullie ons helpen? Wij kunnen niet uit. Ja. Wij kunnen het niet. En nou goed, ik zat vast en ik zei nou, ik kreeg 3 maanden strafonderbreking om dat te doen. Dat heb ik gedaan ook. En maar een paar maanden ontdek ik iets, dat heb ik jou verteld vandaag. Ik lees vreselijke dingen en ontdek zag films, originele films. Wat meisjes worden opgevoerd, kleine meisjes, 10 jaar, 12 jaar, en vermoord. Jezus. En toen heb ik gezegd tegen serie, ik wil iets met jullie te maken. En toen zeggen ze mij, nou dan ga je terug naar Bias. Dan is het nou goed terug naar Bias. Gek is nou, ik ben gek. Maar bedoel, dat is iets vreselijks, weet je. Dat ja. Is... CRI, weet je niet. Ja, dat is de CIA van Nederland. Nee, nee, dat is FBI van Nederland. De FBI, dus een... De CIA van Nederland is... Federaalpolitie, dus landelijk politie. In het buitenland, dat is CIA. Oké. Dat is dat. Ja. En Queen, dat is hoogste orgaan. Nu heet dat zogenaamde... AIWD, maar dat is altijd geweest. Ja, de AIWD is natuurlijk nieuw, hè? Dat is altijd geweest, dat is in binnenhof 20. Ja. Dat is de allerhande diensten van Nederland, inlichtingendiensten hebben, dus ze moeten daar gecoördineerd worden. En nog een noemen ze dat voor de AIWD. Maar goed. Maar, dat is. Nou goed, dan schrijf je boeken naar onze maffia. Maar. Raar is, de mensen die ken ik wel door jullie, ik ken die mensen niet. Frans mm-hmm. kende ik niet en Theobijs kende ik ook niet. Nou, ik kreeg die naam, ik kreeg rapporten, ik kreeg dossiers. Dat zijn daders, wie politiemensen zijn, onze hoogste mensen van de geheime diensten, die zijn maffiamensen helpen.
Dan weet ik wie dat bezoek. Nou, heb ik groenten gemaakt en mij lukt het wel goed. Heel goed, ik ga weer goede bewijzen. Je wilt professioneel dat. En dan is dat, met dat probleem, met die dood van die kinderen, dat ik geschokt ben. Ja, ze zijn eigenlijk enorm gechoqueerd. Nou, natuurlijk. Ik word gechoqueerd, ik word gekost, heb ik gezegd. En dan komt een probleem. Ik ontdek iemand die een heel hoop van blauw bloed. En ik zeg tegen mijn advocaat, waar is het voor dat? Ik zeg nou, die man doet de moorden met kinderen. Even een moment, ik ga hem er even afhalen. Ja. Echt, hè? Mannetje? De blauwbloedman doet moorden met kinderen. En mijn advocaat zegt toen Luke Hamer. Ja, was destijds op de kaart. Ja, en hij zegt mijn volgende. Het was een slobber daar genoemd. En eens wil blijken van meneer Mitwitsch. Meneer Mitwitsch, ja. Als u wil die boek schrijven, dan moet u een ander advocaat zoeken. Ik zeg, look, maar nee, meneer Mitwitsch, er is bij ons in jou verteld, dat kan niet waar zijn. Maar voordat dat heb je niet kunnen. Hij wilde niet meer met jou geassocieerd worden op een gegeven moment. Nou, dan neem maar die moment was voor mijn friend. Ik kreeg informatie dat iemand van blauw bloed doet die moord. Ja. Maar ik had geen bewijs, ik kreeg informatie. En die heeft een aanwijzing. En later. En Kukkie! Oh, leuk, ja, zo! Hij vindt het heel fijn. Jongen, hij heeft een land. Hé! Twee landen. En later ontdek ik dat die man van blauw bloed. Doordat hij dat had ik ook veel aan het maken. Werkelijk doen, want dit zijn films, origineel films. Daar representeren ze gewoon, die maffia doet heel goed. De filmen. Als je iets doet, dan filmen ze. Jezus. Hoort u wat, hè? Zo heftig hoor, maar uiteindelijk. Eigenlijk is de Nederlandse regering die twee politiemensen. Dan krijgen ze het boek na boekpresentatie. Vinden ze een stuk of 10 prostituee hebben ze bezocht. En dan zeggen, ken je die man? Er staat krattenbom. Oh ja, het krattenbom. 10 prostituee uit Den Haag, geven aangifte dat die hoeveel kracht hebben, een jaar voordat. Maar ze hadden geen tijd naar politie gaan. Maar goed, het probleem is, de mensen die ik heb, want ze beginnen mij engageerd om te ontsporen, die mensen zoeken die vrouwen. Doe ik vrijblad ook, hoe wisten ze dat die moeder ze maakt? Het is wel grappig, want justitie zegt dat jij staatsgevaarlijk bent. Ja, ja. Ja, ja. Dat is wel grappig, want ik vroeg op een gegeven moment aan ze van, maar waarom dan en wie heeft het dan gezegd? En dan wilden ze dan weer. Maar dan vertel ik je nog iets heel belangrijks. Ja. De gaanspins, dat is. Dus de ik word arresteerd en goed, dan is die hele. Dat is toch zo geworden. Maar die gaanspins ook? Ja, is uit. Nee, die doet niet meer. Ja. Die gaanspins, die is een van die regisseurs. Die hadden in de tijd een vrouw leren kennen, welke hij zijn haar man heeft gearresteerd. En dan neemt die vrouw over. Want die man voelt vrij, en die gaat die vrouw zoeken. Mijn vrouw. Ja. Dus dat gebeurt in Nederland. Dat is nooit officieel. En hij belt en de haarspins op en zegt, wat moet je? Je moet met een vrouw spreken. Wat vrouw? Boom, boom, boom. Met die pistool, 5 kogels schiet die man dood. In Rotterdam. Hij wordt niet gearresteerd, er staat, kwal heeft heb hem aangevallen. Dat is echt gebeurd in Nederland, ja. Dat is echt in Nederland gebeurd, dat is vreselijk, dat kan ik niet. Ik kan alles snappen, maar ik kan niet snappen, zulke dingen. En hij wordt nog vervolgd voor zelfs, hij wordt geschorst, ziek geworden. Hij was zo spannend. Hij bent hier en aardappelvrouw en met aardappelmesje. In Ballenmeer hebben de politie gekomen en ze gaan daar naartoe, meisje. En die politie maar schiet haar dood. Hetzelfde ding. Dus dat is. Maar ja, het is allemaal heel heftig. Nee, maar goed, zulke dingen. En ik vind, ja, goed. En wat hoop je nu dat nu gebeurt? Hoe doen we? Ja, wat fout maken dat hij kan blijven. Ja, zoiets, hè? Een soort fout dat ze zijn allemaal zo opzommen, zo van ze komen er gewoon maar weg. Ja. Want ze komen wel echt. Maar dat zijn goed bezig. Dus ze hebben een rechtssysteem in handen. Ja, dat is een handen. Nou, ik wil nog iets zeggen over mijn petitie aan de koning. Dat bord, dat zie je daar staan. Ik heb daar ook voor de Dam gestaan, Paleis voor de Dam.
En ik ga dat binnenkort voor het Paleis in Noordeinde doen. Maar jullie zeiden, daar kan niet de koning, kan hier niet mee bemoeien. Nou, ik heb onderzoek gedaan. Luister even. Er is een proefschrift gedaan waar een Leidse professor het geheim van de ministeriële verantwoordelijkheid. Okay, yeah. En die zegt, dat is niet vast. Het is geen regel, het hangt af van de context. Ja. En mijn stelling is, de vrijheid van de koning begint waar de ministeriële verantwoording eindigt. Ja? Die ministeriële verantwoordelijkheid geldt niet voor alles wat de koning doet. Die is alleen maar politieke aard. En ik vraag niet aan de koning om die deportatie te verhinderen. Ik vraag de koning, geef alsjeblieft nu jouw gouden tip aan het Nederlandse volk dat dit boek... wat Slobodan heeft geschreven, de man die dus uitgewezen wordt als er niks gebeurt, die jouw leven heeft gered, hoe kan je dat als noblesse oblige? Want Slobodan is ook van, dat wil hij niet aan een grote klok hangen, maar hij is ook van edele afkomst. Afkomst. Dat is een extra reden waarom de koning eigenlijk nu, als hij werkelijk ballen heeft, die zijn eigen verantwoordelijkheid zou moeten nemen en gewoon moet zeggen, ja, dat klopt allemaal. Ik heb het gecheckt met de veiligheidsdienst van het Paleis Noordeinde. Wat is tot nu toe voor een respons daarop? Nou ja, ik heb er nog niet ingediend. Nee, maar ik heb een foto van jou gezien. Ja, ik probeer handtekeningen te zoeken. Maar ik ga binnenkort het Paleis Noordeinde indienen. Maar snap je mijn redenering? Ik heb een beetje iets van, kijk, als hij die macht niet heeft... Dan wacht even, heeft hij wel. Dat wil ik, dat is wat ik zeg. Ja, dat probeer duidelijk te maken. Ja, hij heeft die macht. Maar zolang hij daar niet... Ja, nou, ik denk niet dat hij die macht heeft, want ook hij zal daar op zijn vingers getikt hebben. Ik ben een beetje blij dat hij die macht ook niet heeft eigenlijk. Kijk, het gaat meer om het principe. De koning kan toch een mening geven over dit boek? De koning kan... De koning... Zijn belang is dat hij doorgaat. Wat staat daar op de muur? De belang is voor hem dat hij doorgaat. Ja? Wat is het belang is dus? Er zijn een hand. Belang voor hem is dat hij doorgaat. Ik heb er nu wel een berichtje in gekregen. Ja, maar waarom? Als je het zo dan moet je bedrijven. En dit is allemaal kunst dat hier is. Ja. Ja. Mooi. Ja. Mooi van die grote werken. Ja. Ja. Die was een mooi jaar. Fantastisch. Je hebt mij jouw bezitter gehad, hè? Ik heb ze vandaag gesteld. Ik heb je toch mail. Ja, onder mijn mail staat een telefoonnummer. Nee, dan stuur ik je boeken van haar. Dat kun je ook kijken. Ja. Sommige boeken kan je alleen doorladen, weet je. Doorbladen. Doorbladen, ja, niet downloaden. Nee, doorbladen. Downloaden. Ja. Nee, heel graag. Dus het kijk, dit is die petitie aan de koning. Dankjewel. Ja. Met handje. Lucky. Maar ja, we zullen zien wat gaat doen. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. Dankjewel. En hier is mijn visitekaartje. Oh, genoeg, stop. Ja. Every day that you broke my dreams. For
every day that I felt so bad. I don't know, it's not the same if I get you back. But is it such a sin if I hold you back? You're just the queen of my tears. You're just the queen of my the smile you left on this world, and then you warm down my skin. It's like the sound I feel in your shadow in the night. I've lost me behind the words you let inside all my mind. So far away from my clouds, made of fears. Anyway, I need a night to say you something, anything. It's like it seems, if I can hold you. I leave the colors on your face. I leave the things you left on my bed tonight. Anyway, you're the time I wish I hold you. I don't ask anything else. Sometimes I dream you.
leave the colors on your face. I leave the things you left on my bed tonight. Anyway, you're the time I wish I held you. I don't ask anything else. Sometimes I dream you. Sometimes I dream you. Anything else? Sometimes I.